Festival Oerol op de Schelling is nog altijd een overwegend witte aangelegenheid. Het populaire festival, nou ja, jaarlijks ongeveer goed voor 50.000, 55.000 toeschouwers, trekt vooral blanke mensen. Er wordt wel eens gekscherend gezegd, Turken, Surinamers, Marokkanen, die houden niet van kamperen. En ja, natuurlijk, om Oerol leuk te vinden moet je een beetje van afzien houden. Veel fietsen, veel tegenwind en je zit vaak op de grond in bos en duin. Toch is het volgens mij vooral onwetendheid. Nou, het nummer ging eigenlijk over dat wij nog nooit van Oerol hadden gehoord, sorry. En wij dachten dat het een stad was. Zo hoorde ik twee rappers zingen in een uitzending van Opium vanaf Terschelling. Ik dacht dat jij een stad was in een dorpje ergens boven. Had ruzie met de Atlas. Toch zag ik dit jaar daar eindelijk wat verandering in komen. Niet alleen veel meer kleur onder de toeschouwers, maar ook opvallend veel theatermakers maken een statement over kleurbekennen. Meer dan anders doen makers aan politiek. De vier acteurs van Like Minds die doen dat expliciet op een geheimzinnige locatie in Midsland aan zee. Ik wil hem aanschrijven. Saman Amini, Werner Kolff, Yannick Jozefsoon en Wart Kermans spelen harde, duidelijke scènes, confronterend uit hun eigen leven over hoe alledaags racisme, ook door goedwillende blanke mensen, zich manifesteert. En dan heb je de swingende muzikanten van de nieuwkomers van Arcater. En zij geven een stem aan een zwarte vrouw uit het New York van 1977. We just looked at each other. We were like, wow. In de Blackouts van 77 laat ze zien hoe zij omgaat met dilemma's over blijf ik trouw aan mijn roots of verraad ik mijn eigen familie als ik ambities heb om tot het blanke bolwerk, de belangrijkste krant van New York, door te willen dringen. Are you ready for the night train? Eigenlijk zijn dat vragen die makers met een zwarte huidskleur vandaag de dag vaak nog vaak parten spelen. Lekkere funk, blues en snel gespeeld door de nieuwkomers van Arcater. Het groepje van Moermans en Sons zet met toneelgroep Oostpool een stuk van 100 jaar eerder van Henrik Ibsen uit 1877 om na deze tijd en het spelen ze in een weiland. Het heet Pijlers van de Samenleving en ook eigenlijk zijn die vragen nog steeds actueel. Wat houdt een maatschappijbeeld bij elkaar? Vertrouwen in de economie? Waarheid en feiten? Of is het vertrouwen in elkaar? In het oorspronkelijke stuk maakt Noorwegen kennis met het Amerika van de vooruitgang. Nieuwe tijden dienen zich daaraan en er zijn een paar dorpsbewoners die verlangen naar dat beloofde land. Nu spelen zij het eigenlijk alsof het over het Amerika van nu gaat, van Donald Trump. En zonder hem te benoemen verwijzen ze wel degelijk naar hem. Het is een onthutsend scherpe voorstelling met ook nog heel veel humor. En zo is er meer politiek op Oerol. Over klimaatverandering of over de vakante positie in het torentje. Kleurrijk en leuk en scherp. Eindelijk, langzaam verkleurt Oerol